Hallo kijkers van Harm en Frodo, en als ik mijn fans moet geloven, zijn we op dit moment in oorlog. Ik ben 16 en ik gedraag nog steeds zo kinderachtig. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij reageren op Harm en Frodo versus Luxleventje memes. Volgens mijn fans zijn wij op dit moment in oorlog tegen Luxleventje. Want Luxleventje heeft op dit moment een stuk of 20 meer abonnees dan ik. En binnenkort gaan we hem inhalen. En daarom hebben zij een stuk of 20 memes gemaakt die te maken hebben met mij en Luxleventje. En die gaan we in deze video even bekijken. De eerste meme, dat is abonneren op Harm en Frodo in plaats van Luxleventje. It ain't much, but it's honest work. Dat is zeker honest work. Dus zijn jullie nog niet geabonneerd op Harm en Frodo? Subscribe dan nu. De volgende meme. I finally found it. After 15 years. The scroll of truth. Luxleventje is beter. Nee. Hij is wel leuk. De volgende meme. Zie iemand staan op een randje, op een gebouw. Staat en roept iemand, wait, don't jump. Harm en Frodo gaat Luxleventje inhalen. Ja, dan komt hij snel weer naar binnen. Natuurlijk wel, hè. Mensen die gaan abonneren op Luxleventje. Ik zou ze het liefst allemaal persoonlijk in elkaar willen slaan, die lui die dat doen. Had hem nog uitgedaagd, hè. Zou die uitdaging nog gelden, trouwens? En dan zie je drie vormen van hersenen. Harm en Frodo vlog, gewoon normaal. Parodie. Distrack. Harm en Frodo versus Luxleventje. En dan ga je helemaal los, natuurlijk, ja. Harm en Frodo versus Luxleventje. Kijken hoe ver we komen met Sybrand Buma, leider van het CDA. Nou, die zit nu ook in ons team. Als iemand vraagt wat je van Luxleventje vindt. Goor. Is er echt serieus een plek die Goor heet? Dat is wel Waar woon je? Ja, ik woon in Goor. Oh, Luxleventje. Nee, in Goor. Oh, dit ga ik gewoon als thumbnail gebruiken. 10 minutes en zo knol. En dan teken je 1 minuut, dan kan je net iets minder secuur. Dan krijg je Harm en Frodo. En dan 10 seconden, Luxleventje. Deze vind ik oprecht gewoon heel origineel bedacht en heel leuk. Remember this kid? Ja, die kennen jullie allemaal wel. This is him now. Viool chat. Ze zijn ook gewoon zo slecht. Wanneer je je grote idool ziet. Geweldig. Ja, mooie foto trouwens. Luxleventje, Harm en Frodo die Luxleventje inhaalt. Heel normaal. Niet normaal. Normaal doen VVD. Zie je, VVD staat ook al achter ons mensen. Luxleventje vandaag inhalen. Luxleventje morgen inhalen. Dat is wel een moeilijke keuze hoor. Wat is het geheim? Luxleventje is beter. Nederland is ons land. Luxleventje woont hier ook. Grapje. Deze is ook gewoon echt heel origineel. De maker hiervan props naar jou. Sowieso. Perfect gedaan. Luxleventje, Harm en Frodo, me. Even driften. Oké, ik ben nog steeds 16 en ik speel met... Oké. Ja, dit is gewoon een beetje zo'n standaard meme. Die komt in elke video wel voor. I killed a man. And you? Ik ben geabonneerd op Luxleventje. Ja, niks meer. Nee, ik wil niks meer met je te maken hebben. Niks. Video over de videoart. Vlog. Harm en Frodo versus Luxleventje. De oorlog is begonnen. Up ops Luxleventje. Jij dwaas. Op zich wel grappig, nog niet eerder gezien. We moeten gaan samenwerken. Ideeën? Getter. Een gamestad. Luxleventje. Ontslagen. Ja, gooi hem maar uit het raam. Doe het maar. Ja, dit is ook zo'n classic weer. Luxleventje. Harm en Frodo. Ja. Nou, dat waren de memes alweer. Hebben we de 10 minuten gehaald? Zoals de game meneer dan altijd vraagt. Je komt er waarschijnlijk dan hier zo in beeld. Bij lange na niet. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze meme video. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En zo te zien is de oorlog tegen Luxleventje begonnen.
Dus dat hoort eigenlijk ondertussen ook al bij hashtag make harm Frodo great again 2020. Dus spam die hashtag even vol onder alle video's van Luke's Leventje. Nee, dan gaat hij me zo haten als ik dat zeg, hè. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Ik zag laatst al onder zijn video's reacties staan. Wanneer ga je boksen met Harme Frodo? Maar ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En allemaal tot later, tot ziens en tot de volgende keer. Doei.